onze tv-recensent die allemaal nieuwe series heeft bekeken. Ja, veel nieuwe series. Ik begin even bij de serie Export Baby. Dat is een serie van KRO en NCRV. Het valt me op dat die omroep een beetje geobsedeerd is door het thema adoptie. Bij Brandpunt hebben ze het erover gehad. Ze hebben het natuurlijk al jaren over bij Spoorloos. Eindelijk Thuis, die nieuwe serie van Daan Nieber. En nu gaat deze nieuwe dramaserie ook over dat thema. Echtpaar Hanna en Paul, twee mooie rollen van Rivka Lodijzen en Stefan de Wallen, hebben een geadopteerde puberdochter, Zawadi. Maar die adoptie, daar is niet alles goed gegaan. Er zijn wat rare dingen aan de hand. Nou, die Zawadi die krijgt het op een gegeven moment zelf ook door. Mam, wat is er met het weeshuis? Ik begrijp niet wat je bedoelt, hoor. Wat de vader van Dennis zei op het adoptiefeest. Je had het over... Oh, je bedoelt dat child trafficking, ja. Dat betekent handel in kinderen. Dat kan toch niet? Kan niet, nee, maar dat gebeurt wel. Gelukkig hadden we een heel betrouwbaar adoptiebureau hier in Nederland. Maar wat heeft het dan met het weeshuis te maken? Niks. Je moeder moet gewoon een mond houden. En jij moet doorreten, want je moet naar school. Ja, een heel normaal gezin, maar je voelt dat er wat smeult. Dat er geheimen zijn die op het punt staan om als een beerput open te gaan. Nou, het is een spannende serie. We zien ook flashbacks van dat adoptieproces opgenomen in Oeganda. Het verhaal is losjes gebaseerd op het boek Escort Baby van André Schauerman. Het is een mooie serie, dus ik zou hem zeker aanraden. En die wil ik even echt in het zonnetje zetten, in de spotlights. Er is een mooie bijrol van Joke Tjalsma, de actrice. Misschien ken je haar niet, google haar even. Je kent haar gezicht ongetwijfeld. En het leuke is, als zij in beeld komt, je krijgt gelijk een soort lichtheid over je. Al is het een heel enorm drama waar je naar zit te kijken. Zij maakt het toch op een mooie manier licht. Zonder dat het plat wordt, zonder dat het een karikatuur wordt. En zij speelt in Export Baby, familievriendin Ria, die ook een adoptiekind heeft. Even een fragmentje waarin ze Hanna en Paul ontmoet. Hey, grappig, wij zijn ook Nederlands. Oh, zijn jullie hier met vakantie? Of, wij gaan vandaag onze dochter voor het eerst ontmoeten. Wat gefeliciteerd. Ja, dit is mijn zoon. Wandoya. Maar ja, dat betekent misery en dat kan je een kind toch niet aandoen, hè? Nee. Dus wij noemen je Robert. Wat een schatje. Ja, leuk hoor. Wel. En ben je alleen? Nee, mijn man heeft buikloop. Ja, dat komt er aan alle kanten uit. Hij woont als het ware op de wc. Je moet echt uitkijken met wat je hier eet, hè? Oh, trouwens, ik ben Ria. Oh, hi. Hallo. Hi, Paul. Nou, wil je nog een hapje? Hij eet alles, hoor. Dat is heel makkelijk. Joke Tjalsma, onthoud die naam. Hartstikke leuke actrice. Jammer dat er slecht naar gekeken wordt. Het zit op zaterdagavond laat en er kijken heel weinig mensen naar. Echt namelijk? Jammer. Ja, gisteren 160.000. Ja. Dus dat is echt... Ga hem terugkijken op NPO Gemist. Zuidas, heb je ook gekeken? Zuidas is een nieuwe advocatenserie. Elke aflevering zien we een jonge advocaat, stagiair Sabia, worstelen met de apenrots in een groot kantoor op de Amsterdamse Zuidas. En dan staat er een juridische zaak centraal. Ja, aflevering 1 was één grote introductie van de karakters. Ik vond het een beetje langdradig, uitleggerig. En in aflevering 2, luister even mee, er worden weer alle advocatenkantoor-clichés als een tegeltje tekst gepresenteerd. Elke zaak waar je aan werkt heeft een nummer en zodra je ook maar aan je zaak denkt, zet je je klokje aan. Clio registreert de uren die je cliënt moet betalen. Vanaf nu verantwoord je elke minuut van de dag aan Clio. Tijd is letterlijk geld. Als ik naar de wc moet of lunchen? General Administration, het afvoerputje van de werkdag, probeer deze te vermijden. Sir, yes sir. Oh, je denkt dat het een geintje is. Elk uur in General Administration is een gemist billable uur, is een uur verder van de urennorm. Voor de jonkies 1500 billable uren per jaar. General Admin loopt. Succes. Nou ja, dat soort dingen heb je dus mee te maken. Ja, door de locatie op de Amsterdamse Zuidas met die grote kantoren lijkt het qua uitstraling wel een beetje op die Amerikaanse advocatenseries die we in het verleden hebben gezien. Suits bijvoorbeeld, maar ook The Good Wife. Het ziet er wat grootstedelijker uit dan die Nederlandse voorgangers die we hebben gehad als Pleidooi of Keizer en de Boer advocaten. Dat toch altijd een beetje advocaat in de polder was. En ik zou ook wel wat meer de mensen achter de advocaten willen zien. Het zijn nu wel heel erg de zaken. En ik hoop dat dat ook meer de emotie bij de kijker kan losmaken. Nog een serie hebt gekeken? Ja, tot slot. RTL 4 die heeft De 12 van Oldenheim. De best bekeken serie van deze drie nieuwe series. 1,2 miljoen mensen kijken elke zondagavond naar die serie. En ik heb wel vaak kritiek op RTL, maar hier wil ik ze toch echt even een compliment voor geven. Doe ze goed. Nou, ze investeren echt in het ontwikkelen van echte Nederlandse dramaseries. Die eerst worden gemaakt voor Videoland. Dat is dat streamingkanaal van RTL. Daarna wordt het ook uitgezonden bij RTL. Dat was al eerder zo met bijvoorbeeld Meisje van Plezier. Ook een prachtige serie met Angela Schijf was dat. Nu dus De 12 van Oldenheim. Waar gaat het over? Een dorpje
Nederlands dorpje Oldenheim, daar verdwijnt een meisje. Nou, dan denk je dan al gelijk aan Twin Peaks of Vuurzee, waar dat ook gebeurde. Maar in deze serie verdwijnen er wel heel veel mensen. Mimi is weg. Domani, Serge. Er zijn hier 3 mensen weg. Wanneer ga je nou eens in actie komen? Jij de tijd nooit terug willen draaien. Dingen over te doen waar je spijt van hebt. Ja, het is een... Ja, het is niet een heel geloofwaardige serie, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb hem al helemaal afgekeken op Videoland. Het is echt een Nederlandse binge-watch-serie, zoals we die niet vaak hebben. Er zitten heel veel plot-twisten in. Je blijft geboeid, je wil weten hoe het afloopt. Wel een kritiekpuntje, we zien heel vaak dezelfde acteurs in deze series. We hebben Rivka Lodijzen, zit een exportbaby, maar zit ook in de 12 van Oldenheim. Noortje Herlaar zit in Oldenheim, Zuidas, ook weer in de zaak Mente, die nu herhaald wordt op de televisie. Dus ik zou willen zeggen, iets meer afwisseling in de acteurs die we de hele tijd zien. Dat castingbureau. Nou, wat bijvoorbeeld wel een hele verrassende rol is in deze serie. Richard Groenendijk, normaal cabaretier, heeft ook een serieuze rol in de 12 van Oldenheim. Dus dat vind ik heel leuk. Mooi. Ook grappig dat de opnamelocaties bij dramaseries, die worden vaak toeristische attracties. Oh ja. Ja, Vlieland bij Dr. Deng bijvoorbeeld, overspoeld door dagjes mensen. En in dit geval Oldenheim wordt opgenomen in het dorp Harmelingen bij Woerden. Wordt nu ook overspoeld door fans van de 12 van Oldenheim. Hartstikke leuk. En tot slot kies je altijd een momentje. Ja, tv-moment van de week. Nieuwe Revue komt deze week met een follow-up artikel over de hashtag MeToo-beschuldiging aan het adres van casting director Job Goschalk van Kemna Casting. Oh ja. Daarin ook een uitgebreid verhaal van Bo van Erve Dorens, die Job nu ook beschuldigt van seksuele toespelingen tijdens een casting. Nou, Kemna-advocaat Christian Albertink Tijm, die had hem een brief gestuurd om zijn verhaal echt binnenskamers te houden. Hij moest zijn mond maar houden. Nou, dan heb je een slechte aan Bo. Die deed daar niet aan mee. En in RTL Boulevard deed hij er nog een schepje bovenop. Dit zijn acteurs, vaak 16, 17, hebben gezegd, doe hier wat mee. En er is niets mee gebeurd. In 1994 heb ik ook tegenover me gestaan. Toen heeft hij gezegd, Bo, misschien is het wel een goed idee als je je broek uittrekt. Dacht ik, ja, kijk eens even. Dus een man die wil dat ik mijn broek uittrek. En dat heb ik toen in 1996 keer opgeschreven. Ik heb het 3 jaar geleden nog opgeschreven, met naam en toenaam. Dus toen dit naar buiten kwam in november, dacht ik, Jezus, al die tijd, die 30 jaar lang heeft dit roofdier, heeft hier aan gewerkt. En ik wilde mezelf niet op de voorgrond brengen, maar ik dacht wel, ik moet die mensen steunen. Kijk, in deze hele brief hier van jou, Christian Albertink-Tijm. Hier. Lik me reet. Kijk, dit is nu waarom we van Bo houden. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil. Hartstikke goed. Ik heb van je genoten, Bo.